Goedenavond allemaal. Van harte welkom hier in de Bali. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn in zulke grote getalen aanwezig. Volgens mij hadden we wel 2 salonnen kunnen uitverkopen vanavond. Heel goed nieuws. Voor de mensen die thuis kijken voor een computer, welkom. Ook fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Rick Zeveke. Ik ben programmamaker hier bij de Bali, verantwoordelijk voor de onderwijsprogrammering. En u bevindt zich in aflevering 5 van onze reeks Mijn idee voor onderwijs. Zijn er mensen bij eerdere afleveringen geweest van Mijn idee voor onderwijs? Enkelen, een paar. De vorige aflevering 4 was met Arnold Jonk, de hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie. Naar aanleiding van Staat van het Onderwijs 2015. Dat ging destijds heel erg over kansenongelijkheid. Of eigenlijk het meritocratische potentieel van ons onderwijssysteem. Daar zal het vanavond ook heel erg over gaan, maar vanuit een ander perspectief, een sociologisch perspectief. Onze spreker vanavond is Ilias El Hadioui. Hij is wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit, opleiding pedagogiek en onderwijskunde. Afgestudeerd socioloog, cum laude, en is ook aan het promoveren onder Willem Schinkel aan diezelfde universiteit. Voordat ik hem het woord geef, een paar woorden van mij. De opzet is heel simpel. Ilias krijgt zo meteen ruim het podium om zijn verhaal te vertellen. Dat zal gaan over kansenongelijkheid. Maar ik wil graag een beetje een idee krijgen wie we in de zaal hebben zitten. Dus een paar vragen aan u. Wie is er werkzaam als docent in het primair onderwijs? 2. Schoolleider in het primair onderwijs? Eentje. Bestuurder in het primair onderwijs? Helaas. Voor het voortgezet onderwijs. Zijn er docenten uit het voortgezet onderwijs? Behoorlijk veel. Heel goed. Schoolleiders uit het voortgezet onderwijs? Ook behoorlijk wat. Bestuurders? Yes! Hulde, mevrouw. Heel goed. Docenten uit het mbo? Ook enkele. Schooldirecteuren uit het mbo. Het hbo docenten. Dan heb ik ongeveer wel iedereen gehad. Misschien wo docenten. Dat wist ik. Studenten. Uitsluitend geïnteresseerde burger, ouder. Ook enkele. Hebben we ook journalisten in de zaal? Ook een paar. Politici? Eenmaal. Oké, dan hebben we ongeveer een beetje een idee van wie we in de zaal hebben. Zoals gezegd, de opzet is heel simpel. Ilias krijgt ruim het woord. Ongeveer 3 kwartier, 50 minuten, 55 minuten om zijn verhaal te vertellen. Daarna heb ik zelf een aantal vragen voorbereid die ik hem graag zou willen stellen. Maar het is vooral de bedoeling dat u de gelegenheid krijgt om Ilias daarna nog vragen te stellen. Dus zodra ik een aantal vragen heb afgevuurd op hem, kom ik naar u toe met een microfoon, zodat de mensen die thuis kijken u ook kunnen verstaan. Op het moment dat u een vraag heeft, steek even uw hand op en dan kom ik naar u toe met de microfoon. Dan kunt u even komen staan, zeggen wie u bent en heel kort en bondig uw vraag stellen. Mag ik voor nu u vragen om een hartelijk applaus voor onze gastspreker van vanavond, Ilias El Hadioui. Goedenavond, beste mensen. Het mooie is dat er één persoon in de zaal zit die een universitair docent is en politicus. Dus het overlapt 100%. Welkom. Welkom alle. Dank voor deze enorme opkomst. Ik word er bijna onzeker van. Zoveel mensen in een zaal die komen luisteren naar een heel belangrijk vraagstuk, denk ik. En ik zal proberen vandaag een bescheiden bijdrage te leveren aan het debat over kansenongelijkheid. Rick en alle mensen van de Bali, dank. We hebben al voor de zomer contact met elkaar gehad om het moment te bepalen voor deze avond. En gelukkig is dat uitgesteld geweest naar het begin van het schooljaar, want ik denk dat dat ook een mooi momentum is om het hierover te hebben. Alle andere mensen die bereid zijn geweest om hier vanavond naartoe te komen, terwijl er andere alternatieve bezigheden waren, dank daarvoor. En ik hoop dat dat enigszins
iets gaat doen met onze ontwikkeling met elkaar. Dus ik hoop dat het ook interactief wordt aan het einde van de avond. Want als je mij in deze positie houdt, dan heb je kans dat ik anderhalf uur hier door blijf. Nou, dat gaan we niet doen. Goed, en alle mensen thuis natuurlijk ook. Ik hoop dat dit enigszins iets zal doen met ons begrip, ons verscherpt begrip rondom dat thema van kansenongelijkheid. En ik zal beginnen door eigenlijk te refereren naar, naar het rapport, de staat van het onderwijs 2015, gepubliceerd natuurlijk in 2016, april, waar mevrouw Vogelzang in de introductie, directeur-generaal van de onderwijsinspectie, aangeeft dat ze gechoqueerd is, of geschokt is, beter gezegd, om het letterlijk te formuleren, van de laatste resultaten en de laatste cijfers. Er is iets aan de hand in ons onderwijssysteem. En dat is dat na de oorlog eigenlijk er niet een moment is geweest dat we allerlei statistieken tegenkomen die op de een of andere manier niet echt direct verklaarbaar zijn. En verschillende perspectieven worden erop gelanceerd om te verklaren hoe het nou komt dat jongens en meisjes met dezelfde cognitieve competenties uiteindelijk op een andere plek terechtkomen in ons onderwijssysteem en op andere plekken uiteindelijk eindigen in onze samenleving. Nou, en dat raakt natuurlijk aan de wortels, als we het dan toch over kernwaarden willen hebben, raakt het aan de wortels van een van de meest belangrijke kernwaarden van onze samenleving, namelijk de waarde van meritocratie. Meritus cratere, dat de samenleving geregeerd wordt op basis van de inhoudelijke verdiensten, de verworven kenmerken van individuen en niet de toegeschreven kenmerken zoals ras, etniciteit adellijke titels, al zijn die niet meer zoveel in omloop, ook niet in Amsterdam, dacht ik. Dus dat probleem hebben we niet zo. Maar de samenleving die eigenlijk georganiseerd wordt op basis van competentie en individuele vermogens. In normaal Nederlands, een iedere jongen of meisje in welke stad dan ook, die de wil heeft en de potentie heeft om op te klimmen op de schoolladder, zoals we dat straks in die terminologie zullen gieten, zal in ons systeem dat moeten kunnen. Dat is eigenlijk het meritocratische principe. Er is iets aan de hand. Verschillende perspectieven proberen te verklaren waarom die kansenongelijkheid aan het groeien is. En er zijn ontzettend veel perspectieven en ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met het standpunt van intellectuele nederigheid. Laten we daarmee beginnen. Alle onderzoeken, alle statistische onderzoeken, publiceren ook tabellen. En onderaan zo'n tabel is een wat vreemde cijfer, zou je kunnen zeggen, te vinden. Dat is de R-square, zo noemen statistici dat. En de R-square staat eigenlijk voor de totale verklaarde variantie van een bepaald model. In normaal Nederlands betekent dat een model verschillende variabelen in zich draagt en hoeveel verklaart, zou je kunnen zeggen, met al die variabelen die in actie komen, hoeveel verklaren we van de kansenongelijkheid. In de sociale wetenschappen komen we niet verder dan een R-square van 30%. Dat betekent dat alle onderzoeken die we uitvoeren, 70% van de te verklaren informatie niet in zich dragen. Het interessante is dat wetenschappers op de een of andere manier dan in hun concluderende paragraaf deze wat voorzichtige statistische conclusies niet doortrekken. Want vaak hebben we beleidsmatig heftige conclusies en weten we het en willen we investeren in een bepaald perspectief. Terwijl de werkelijkheid is dat het verschrikkelijk complex is. Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster. En het heeft te maken met zoveel verschillende dimensies. En ik denk dat intellectuele nederigheid op zijn plek is. Vanavond zal dan ook louter en alleen een perspectief naar voren geschoven worden die een bijdrage moet leveren naast alle andere perspectieven aan een verrijking van het debat. Dus vanavond heb ik niet de intentie om af te breken. Ik heb de intentie om op te bouwen, te verdiepen en te verbreden naast alle anderen die er al zijn in het debat. Naast intellectuele nederigheid is het ook belangrijk om te komen tot intellectuele excellentie. Dus we moeten volgens denk ik niet lui worden om te zeggen, nou, als we maar maximaal 30% kunnen verklaren, laten we dan maar mee ophouden. Nee, 30% verklaren betekent dat we ontzettend veel kunnen doen. Ons onderwijssysteem is er na de oorlog ook in geslaagd geweest, wereldwijd, om ontzettend meritocratisch te zijn, ontzettend inclusief te zijn. Dus er is heel veel goed gedaan. Daar kunnen we ook veel van leren. Maar een van de perspectieven die ik naar voren zou willen schuiven is enigszins vergeten in het publieke debat. En het onderdeel van dat vergeten is het feit dat wetenschappers niet zo vaak meer de verantwoordelijkheid op zich nemen om deel te nemen aan het publieke debat. Laat dat allereerst gezegd zijn. De wetenschappelijke wereld heeft zichzelf teruggetrokken in een prachtig academische vocabulaire.
waarin artikelen worden gepubliceerd door 16 andere mensen in de wereld worden bestudeerd. En er vindt een intern debat plaats, super interessant, maar op de een of andere manier zijn we er niet in geslaagd om dat ook het veld, het onderwijsveld, te laten bereiken. Dat zal een van de belangrijkste elementen zijn in het praatje van de komende 45 minuten. Ik zal het ophangen aan twee kapstokken. Allereerst inderdaad een sociaal-wetenschappelijke analyse op kansenongelijkheid. Ik zal gebruik maken van sociaal-psychologische perspectieven, een sociologisch perspectief en uiteindelijk ook een onderwijskundig perspectief. En ik zal afronden door eigenlijk te putten uit praktische informatie die gedestilleerd is uit het traject met de titel De Transformatieve School, waar vier scholengemeenschappen aan deelnemen samen met het ministerie van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. En er zijn ook onder ons inmiddels ook scholen die methode hebben geadopteerd. Dus er zijn meerdere scholen mee bezig. Maar de vier schoolleiders die in dat driejarige traject zitten zijn vanavond ook aanwezig en onder ons. En het is ook interessant om te putten uit dat traject in praktisch opzicht. Hè? Dus dat is meer de praktische afslag die we met elkaar zullen nemen. Goed, na deze wat langere introductie staat er iets heel vreemds. Doseren tussen thuis, school en de straat. En ik heb geleerd om een fragment te gaan vertonen uit de prachtige film Entre le Mur. Wie kent de film? Hartstikke goed. Ik ben bijna naastig bezig overal de scènes te vertonen van Entre le Mur, want ik denk dat dat eigenlijk verplichte stof zou moeten zijn voor onze lerarenopleiding. Een film, 2 uur lang, waarin Monsieur Marin, een docent Frans, gevolgd wordt, en natuurlijk gefilmd, in de Franse banlieues. En hij doet zijn uiterste best om het vak Frans, in ons geval zou dat een docent Nederlands zijn, hij doet zijn uiterste best om in dat klaslokaal jongens en meisjes mee te nemen op de schoolladder. En dat gaat soms ontzettend goed, maar het gaat soms ook volledig fout. En omdat we maar 3 kwartier hebben, dacht ik eraan om meteen een wat rauwere scène te nemen, waarin we zouden kunnen zeggen, die zich wat meer leent voor een verdiepende analyse. Laten we met elkaar kijken naar een scène uit de film Entre le Mur. Gaat het vervolgens automatisch? ICT-kwaliteiten zijn buitengewoon beperkt. Doorklikken. Quoi? Bah, à ce qui paraît, hier, enfin, au conseil de classe et tout, vous m'avez cassé. C'est encore une remarque sur la poésie, je le constate. Mais moi, je ne parle pas de poésie. Oui, je vois bien que tu ne parles pas de poésie, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'avez cassé? Bah, je sais pas, moi, vous m'avez cassé. Il y a des gens qui ont dit que si tu continuais comme ça, je n'en étais pas vraiment, mais des gens ont pu des profs ont pu dire que si tu continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne s'agissait pas de te casser. Ah ouais, mais c'est de la vengeance, ça. Même je comprends pas. Tous les profs, ils veulent se venger. Pourquoi? Puis quel rapport avec la vengeance? Ouais, mais quand vous dites et tout, je vais avoir des problèmes et tout. C'est de la vengeance, ça, non? Ça n'a rien à voir avec de la vengeance. Comment ça, c'est pas la vengeance? Mais pas du tout. Mais si, c'est on n'est pas dans la rue, là. C'est pas ça. On te prévient. On n'est pas là pour on n'est pas là pour se venger des gens. On est là pour essayer de faire régner la discipline. Tu comprends la différence? Je comprends pas. Quand un juge condamne quelqu'un à une peine, c'est pas pour se venger de lui. C'est simplement pour faire en sorte que la société fonctionne. C'est de la vengeance que vous faites, hein. Vous avez envie de vous venger. Mais vous avez le seum contre moi. Tu crois que moi j'ai que ça à faire, de me venger de toi? Ouais, moi, je me réveille le matin en disant je vais me venger de Suleiman. Vous dites que vous avez pas que ça à faire, hein. Mais en tout cas, hier, vous l'avez bien insulté. Eh, Suleiman, hier, il t'a trop insulté, hein. Non, pas du tout. Il a dit quoi, lui, déjà? Il a dit, il était quoi? Il a dit que t'étais limité. J'ai même souligné tellement ça m'a choqué. T'es limité? Quoi, moi, je suis limité, moi? C'est bien, c'est bien. Bah. Je sais pas, Smerda et Louise, là, mais votre boulot de délégué, c'est quoi? C'est d'essayer de représenter les élèves de sorte que la classe se passe le mieux possible? Ou de foutre le bordel entre moi et les élèves? C'est quoi finalement le truc? Non, mais nous, on fait juste notre rôle, hein. Ah. On dit ce qui s'est passé au conseil de classe. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, j'avais pas cette impression-là, moi. Parce que quand je vous ai vu ricaner, là, un moment, pendant le conseil, moi, j'ai eu un peu mal, vous voyez. Ça m'a fait un peu mal pour vous. Ah bon, et j'ai trouvé que c'était ni le lieu ni le moment de le faire. Et que c'était pas très sérieux, pour tout dire. D'accord? Ouais. Bah, ça dérangeait personne, en tout cas. Ah, mais si. Y a que vous, Ah, non, Smerda, moi, ça me dérangeait. Et je pense qu'en plus, pouvoir dire que ça dérangeait les autres aussi, par ailleurs. Non. Ça dérangeait que vous. Ouais. Moi, je suis désolé, hein, mais rire comme ça en plein conseil de classe, c'est ce que j'appelle l'attitude de pétasse. Quoi? Oh, 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 oh.
péter un câble ou quoi? Ça va. Ah ouais, ils sont graves. Mais monsieur, ça c'est pas de traiter ses élèves. Ah, on dit pas traiter, on dit insulter. Ah bah vous pétez un câble de nous insulter de pétasse ou quoi? On dit traiter de ou insulter. Hein, je vous ai traité de pétasse ou je vous ai insulté, mais pas les deux à la fois, d'accord? Ouais, ouais, hein, bah c'est grave la pêche. Et d'ailleurs, j'ai insulté personne ici. J'ai pas dit que vous étiez les pétasses, j'ai dit que vous, à un moment donné, du conseil de classe, précisément, vous avez une attitude de pétasse. Monsieur, hein, vous voyez la différence ou pas? Arrêtez d'embrouiller les gens, vous avez dit pétasse, c'est tout, c'est trop facile. Non, je suis pas en train de vous embrouiller, je suis en train de poser une nuance. Tu comprends ce que ça veut dire, nuance? On parle pas comme ça aux filles, monsieur. Ah ouais, vous croyez quoi? Attends, toi, tu vas nous expliquer comment on parle aux filles, comment on parle aux autres, alors que t'insultes tout le monde en permanence? Mon gars, le vieux prof qui sert à rien, il se moque sur les filles. Ton numéro de je viens au secours des deux filles en grand seigneur, on n'y croit pas du tout, c'est les moines. Ah, tu me parles pas comme ça, mais tes erreurs, tu me parles pas comme ça. Et je t'ai déjà dit, arrête de tutoyer tes profs. Arrête de me tutoyer. Si je veux. Tu sais très bien que si tu continues à me tutoyer, t'auras de graves ennuis. Tu te crois fort là? C'est pas une question de force, c'est une question de discipline. Tu te prends la gueule quand tu veux, mais c'est où? Je crois prof, c'est ça. Arrête de me lever. Il y a des fermes qui vont gueuler. Fermez vos gueules, c'est pas vos problèmes. Excusez-moi, arrête. Ne me touche pas, maintenant. Ne me touche pas, je ne sais pas. Je ne réponds pas, c'est tout. Vas-y, vas-y, me touche pas. Fermez tous vos gueules. Non, où tu vas là? Qu'est-ce que quoi, je me tire d'ici, tu crois que tu peux partir comme ça? De mon cours? Hé, ça va pas, non? Vas-y, comme toi là, comme toi. Oké. Natuurlijk vertoon ik dit fragment niet om te suggereren dat dit de gemiddelde klassituatie is op jullie eerbiedwaardige locaties. Maar heeft het vooral tot doel om vrij snel een sociaal conflict op tafel te krijgen, om via de verbeelding van dat sociale conflict op een dieper niveau te analyseren en de vraag te stellen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Niet alleen verliest deze lessensituatie inmiddels 4 minuten leerrendement, en dat is misschien voor, zeker voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een buitengewoon kwalijke zaak, en natuurlijk ook voor alle schoolleiders en docenten hier. Maar wellicht belangrijker dan dat, is er een conflict situatie geboren, is het sociaal onveilig, en is deze mini-samenleving ook een moment van elkaar treffen, van elkaar leren. En er wordt een vorming, zou je kunnen zeggen, naar voren geschoven, die uiteindelijk linksom of rechtsom al die leerlingen beïnvloedt. Al die leerlingen die toevalligerwijs in dat postcodegebied geboren zijn en naar die school gaan en in deze klas zitten en op dit moment Frans volgen, in die context, zijn onderhevig aan de negatieve effecten van het feit dat die groepsdynamiek een bepaalde kant op gaat. Dit is wellicht een mini-verbeelding, een mini-samenleving, maar laten we klein beginnen om uiteindelijk straks groot te eindigen als het gaat om het perspectief op kansenongelijkheid, samenleving breed. In 2007 zaten wij achter in het klaslokaal, wij, ik en mijn collega's, om in Rotterdam, daar is alles begonnen, op ROC Zad Kien en ROC Albeda, en op verschillende locaties waren we bezig met observaties in het klaslokaal. En we merkten de eerste 6 maanden eigenlijk al op dat we heel veel dingen geen plekje konden geven. Anders dan de standaard registratieformulieren. Er is sprake van overlastgevend gedrag. Er is sprake van wanorde. Er is sprake van weinig leerrendement. Maar dat zijn oppervlakkige observaties die het niet mogelijk maken om op een dieper niveau te analyseren. We zijn toen gekomen en we zijn eigenlijk gedwongen om te komen met een conceptueel model. Dat hebben we gevonden in het concept van deze 3 ladders en de 3 leefwerelden. De thuisculturele, de schoolculturele en de straatculturele omgeving. En dat is, zou je kunnen zeggen, een heel simpele weergave. Maar tegelijkertijd is het een bril die het mogelijk maakt om een aantal van de patronen in die klassituatie te kunnen duiden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik jullie meenemen naar een belangrijke leermeester, ook voor mijzelf. De grote denker, de Joods-Duitse socioloog Sigmund Bauman, schrijft in de introductie van een van zijn boeken dat iedere professional, en dat betekent ook iedere docent, uiteindelijk aan het eind van de dag moet gaan doen aan wat hij noemt defamiliarisering. Het loskomen van je vanzelfsprekende manieren van denken, doen en handelen en voelen en zoals je in het leven staat. We zijn alle onderhevig aan onze eigen persoonlijke biografie. We zijn opgegroeid in een bepaald milieu en we hebben nu een bepaalde positie in onze samenleving. En dat betekent dat alle mensen die hier vandaag en vanavond ook zitten, uiteindelijk linksom of rechtsom bovenaan die ladder, die schoolse ladder, zich positioneren. Dat betekent dat ons perspectief uiteindelijk ook gekleurd is door die ladder. En dat we onderhevig zijn aan tekortkomingen in dat perspectief. En ik heb dat in normaal Nederlands willen vertalen met de leus dingen willen begrijpen zonder er begrip voor te hoeven hebben.
Ik wil u meenemen naar een moment van defamiliarisering. Laten we proberen te begrijpen wat hier gebeurt in die klassituatie. Dus de onderliggende mechanismen te snappen, zonder er begrip voor te hoeven hebben op normatief persoonlijk niveau. Dat is wat dat betreft even voor nu een secundaire aangelegenheid. Die drie ladders en die drie leefwerelden doen iets met jongens en meisjes. En we moeten daarvoor terug naar de grote denker Abraham Maslow. Die zoveel kritiek heeft gehad en de kritiek is ook terecht geweest. Op het moment dat Abraham Maslow zijn boeken schreef, en zeker in het laatste gedeelte van zijn leven, heeft hij eigenlijk niet de empirische onderbouwing gegeven aan zijn prachtige theoretische uitgangspunten. Theoretisch is het werk van Maslow sterk, empirisch is het werk buitengewoon zwak. Zijn critici hebben daar gelijk in gehad. Waar zijn critici niet gelijk in hebben, is het gegeven dat zijn werk inmiddels wel de empirische onderbouwing heeft gekregen, maar niet door Maslow zelf, maar door mensen die vooral in de VS en in Canada werken vanuit de humanistisch-psychologische school binnen de psychologie. En een aantal namen daarin zijn buitengewoon belangrijk en ik neem jullie mee. Ze staan daar ook rechts. Roy Bouwmeester, Mark Leary. Mark Leary is in de Nederlandse context wat bekender. Roy Bouwmeester is wat minder bekend. En natuurlijk Naomi Eisenberger en haar collega Lieberman. Zij zijn bekend geworden vanwege twee centrale modellen en dan gaan we terug naar de ladders. Naomi Eisenberger heeft een experiment uitgevoerd waarin ze gezonde, volwassen, jonge mensen aan de andere kant van een soort van bowlingbaanachtige constructie plaatst en ze krijgen te horen, gij zult de bal toegespeeld krijgen. Waarschijnlijk is het niet met gij gezegd, maar dat is even een toevoeging van mijn kant. En vervolgens is hij niet verteld dat in de tweede en in de derde en in de volgende opvolgende rondes sommige individuen aan de andere kant van de bowlingbaan de bal niet meer toegespeeld krijgen. Terwijl ze wel zicht hebben, rechts en links, op hun buren die nog steeds de bal toegespeeld krijgen. Op hetzelfde moment vinden er hersenscans plaats. Eisenberger is van oorsprong een neuropsycholoog. Dus het zit echt in de hardcore neurohoek, zou je kunnen zeggen, in wat betreft wetenschappelijke discipline. Zij heeft haar onderzoeksresultaten vervat in een wereldberoemd geworden artikel, een kort artikel met de veelzeggende titel Why Rejection Hurts, waarom afwijzing pijn doet. En zij doet als eerste de volgende constatering. Zij laat zien via de hersenscans dat emotionele pijn gebruik maakt van dezelfde infrastructuur in ons zenuwstelsel als fysieke pijn. Laten we daar even bewust van zijn. Emotionele pijn maakt gebruik van dezelfde neurologische infrastructuur als fysieke pijn. Dus een scherp plaatje langs je horenlaag krijgen doet lichamelijk, technisch, fysiologisch hetzelfde als jezelf afgewezen voelen uit een groepsdynamiek. En dat heeft zij genoemd sociale pijn. Naast fysieke pijn is er dus ook sprake van sociale pijn. En ze heeft een definitie gegeven daarvan. En we zien dat hieronder, zou je kunnen zeggen, uitgeschreven. Sociale pijn kan worden gedefinieerd als een distressing ervaring die het gevolg is van de perceptie van daadwerkelijk of potentiële psychologische distantie jegens anderen of een sociale categorie. Eigenlijk is sociale pijn de pijn die fysiek van aard is, die het directe gevolg is jezelf uitgesloten te voelen van een groepsdynamiek waar je graag toe wilt behoren. En om die laatste toevoeging wat meer basis te geven, dan hebben we Roy Bouwmeester nodig, de collega van Naomi Eisenberger. Roy Bouwmeester is bekend geworden vanwege zijn need to belong benadering. Hij laat zien in zijn werk als psycholoog dat die verschrikkelijk sterke behoefte van mensen om erbij te horen verschrikkelijk groot is. Zijn need to belong theorie, en hij komt zelfs op een bepaald moment met een bijna krankzinnig kwalitatief onderzoek waarin hij echtgenoten interviewt die thuis te maken hebben met fysieke verwaarlozing. Dus ze worden geslagen door hun echtgenote. En hij stelt zichzelf een logische vraag. Hoe komt het dat in een open Amerikaanse samenleving waarin toch al de helft van de mensen doet aan echtscheidingen, ik formuleer het maar even op die manier, dat die vrouwen of mannen zich gewoon niet voegen tot die 50%. Dat zou een logische reactie zijn op het moment dat je te maken krijgt met geweld in die thuisculturele omgeving. Maar Roy Bouwmeester laat op een verschrikkelijk interessante manier zien hoe die echtgenoten hun zelfbeeld afhankelijk hebben gemaakt met de tijd van de relatie met de ander en dat die ander niet eens zo relevant meer is. Maar dat die relatie met de ander, the need to belong, bepalend is in de constructie van hun eigen persoonlijke identiteit. Jullie snappen waar we naartoe gaan.
We hebben deze twee aanvliegroutes nodig om uiteindelijk iets over die ladders te gaan zeggen. Roy Baumeister concludeert in een van zijn latere artikelen, overigens iemand die een lange tijd uitgesloten is geweest, zelf paradoxaal genoeg, uit de elitaire psychologische scholen binnen de VS, maar inmiddels is hij een mainstream geaccepteerde wetenschapper samen met zijn collega's, en hij constateert het volgende. Hij zegt: het menselijk bestaan op de een of andere manier op psychologisch niveau laat zich kenmerken door de behoefte dag in dag uit te vervullen om erbij te horen, te stijgen op een bepaalde sociale statusladder, de need to belong behoefte te bevredigen, oftewel in Maslowiaanse termen het vierde niveau van zijn piramide, de behoefte aan erkenning en waardering. Tegelijkertijd laat het zich kenmerken door de vrees om te dalen op de sociale statusladder, oftewel sociale pijn. Vandaag toevallig is er iemand aan het promoveren geweest op de Erasmus Universiteit in Rotterdam natuurlijk. Ja. Die heeft onderzocht in de upper segmenten van het bedrijfsleven wat belangrijker is voor mensen in die sector. De wil tot macht, zoals Nietzsche dat heeft geformuleerd, stijgen op de ladder, of de angst om te dalen op een ladder. En zij concludeert dat voor de meerderheid van die mensen de angst om te dalen belangrijker is dan de wil om machtig te zijn. We zijn verschrikkelijk bang om te dalen op de sociale statusladder waar we onszelf toe rekenen. Die jongens en meisjes zijn net mensen. Joris Luijendijk heeft daar gelijk in gehad, zou je kunnen zeggen. Laten we teruggaan naar de ladders. Want we hebben deze twee aanvliegroutes nodig gehad om die ladders enigszins te duiden. Die jongens en meisjes die opgroeien in een stedelijke omgeving, daar ging het natuurlijk ook weer over. Het ging over kansenongelijkheid, het ging over stedelijke locaties, het ging over jongens en meisjes die in dat klaslokaal proberen hun best te doen om te klimmen op een ladder. En afhankelijk van de groepsdynamiek die ze aantreffen in het klaslokaal, nemen ze een bepaalde ladder. En ze zijn daar natuurlijk ook actieve actoren in. Het zijn geen passieve consumenten van het onderwijssysteem, ze geven actief vorm aan de groepsdynamiek in dat klaslokaal. Alleen nu is de vraag bepalend welke ladder we gaan nemen. De jongens en meisjes ervaren dat ze bepaalde codes van jongs af aan internaliseren op die schoolculturele codes. Ik heb dat in mijn werk getypeerd als burgerlijk feminien. Niet omdat er vrouwen voor de klas staan, maar omdat die codes reflexief zijn. Zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing, zelfevaluatie en natuurlijk ook individualiteit. Worden wie jij bent als individu. En op basis van die codes, en natuurlijk het spreken van ABN en een aantal van die andere zaken, zijn jongens en meisjes in staat om te klimmen op de sociale statusladder van die schoolcultuur. En die jongens en meisjes voelen aan, op een jonge leeftijd zou je kunnen zeggen, dat er ook nog een andere ladder is. En in hun wijk, in hun buurt, of het nu Slotervaart is, of Amsterdam-Noord is, of Zuidoost, of Feyenoord in Rotterdam-Zuid, of Krooswijk, of het Oude Noorden, of de Schilderswijk, of Molenwijk, of Moerwijk, of Ondiep, of welke wijk dan ook in onze context, die stedelijk van aard is, ze ervaren dat ze van jongs af aan ook wel iets moeten doen met die ladder. Het is empirisch gezien, sociologisch gezien, statistisch gezien onmogelijk om tot je 18e levensjaar niks te doen met die ladder als je opgroeit in die wijken. En daar bedoel ik mee dat sommige jongens en meisjes ook naastig bezig zijn zich te distancieren van die ladder. Maar dat is ook een manier van je verhouden tot die ladder. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van meisjes uit traditionele gezinnen, hier bijvoorbeeld in Slotervaart, die erin slagen om twee dingen te doen. Een combinatie te maken van de bovenkant van de schoolse ladder en de bovenkant van de thuisculturele ladder. Ze zijn in staat om een aantal codes, zoals je netjes gedragen, het eerbiedigen van kennis, beleefd zijn, enzovoort, te combineren met elkaar ten koste van die derde ladder, waardoor zij kunnen klimmen op de schoolse ladder en instromen massaal, meer dan overigens de jongens, maar dat is altijd al een probleem geweest, hè? Dat verschil. Bijvoorbeeld op de Vrije Universiteit in deze omgeving, of de UvA of de Erasmus Universiteit in onze context. Dat is het positieve verhaal. Er zijn heel veel jongens en meisjes in staat om via deze uitdaging van die drie leefwerelden te klimmen en te dalen dag in dag uit op die ladders, uiteindelijk tot iets heel moois te komen. Het is ook een creatieve groep. Want deze wrijving zorgt er ook voor dat er glans kan ontstaan. Zonder wrijving geen glans. Ze worden uitgedaagd om dag in dag uit te schakelen, te switchen tussen de ladders. Het voorkomen van sociale pijn op de schoolse ladder en het voorkomen van sociale pijn op de thuisladder en het voorkomen van sociale pijn op de straatculturele ladder. En heel veel jongens en meisjes zijn daartoe in staat.
overwegend, vaker, relatief gezien, komen zij terecht in de wat hogere echelons van ons onderwijssysteem. Alternemeleerlingen zijn buitengewoon goed in staat om te schakelen. Ze maken gebruik, en sommige docenten zullen zeggen misbruik, van hun intelligentie om te kunnen schakelen op de verschillende ladders. Ze maken zich de verschillende codes eigen en zijn in staat om simultaan te klimmen op de ladders. Dat is het goede verhaal, het optimistische. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat er een andere groep is in onze samenleving. Jongens en meisjes die misschien iets meer minder cognitieve vaardigheden hebben. Iets minder vaak uit stabiele gezinnen komen. Soms iets vaker te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing. En iets vaker te maken hebben met demotivatieproblemen of motivatieproblemen. Of een gebrekkig ontwikkeld zelfbeeld. Zij worden gevraagd, net als al die andere jongens en meisjes, te klimmen op onze schoolse ladder. Voor hen kan het klimmen op die ladder een weg van sociale pijn zijn. Het betekent voor jongens en meisjes, en dat probeer ik te benadrukken in mijn werk, het spelen van wat ik genoemd heb een uitwedstrijd. Omdat die codes, ja dat zijn in zekere zin ook wel vreemde codes. Mag ik ze eigenlijk wel internaliseren? Mag ik eigenlijk wel klimmen op die schoolse ladder? Weet ik zeker dat ik onderweg geen sociale pijn tegenkom op die schoolse ladder? Is het mogelijk voor mij om erkenning en waardering te krijgen op die schoolse ladder? Deze vragen vervatten ze niet in die vocabulaire, maar het is wel wat ze vragen aan de docent. Het is een subtiele, onzichtbare, latente vraag die daaraan te grondslag ligt. En laten we het daar ook over hebben. Het proces van het verminderen van sociale pijn en het maximaliseren van de need to belong op één ladder betekent in dit geval dat het proces op drie ladders simultaan moet plaatsvinden en dat het mogelijk is dat je sociale pijn vermijdt op de schoolculturele ladder, terwijl je op datzelfde moment sociale pijn riskeert op de straatculturele ladder. Door bijvoorbeeld iets te feminien te zijn, iets te zelfreflexief te zijn, iets te enzovoort enzovoort. Andersom is ook mogelijk overigens. Stel je voor dat je excellent straattaal spreekt in Amsterdam. Er is geen beroepsgroep of geen vereniging die dat toetst of examineert. Maar stel je voor, er is inmiddels een volledige taal ontwikkeld in Amsterdam en in Rotterdam. Die voor jullie en voor mij ook hoofdzakelijk, maar voor een aantal onder ons wellicht niet, zijn wat experts in de zaal op dat vlak, ontoegankelijk is. Het is mogelijk om twee jongens uit te nodigen die elkaar niet kennen uit verschillende stadsdelen. Die in staat zijn te communiceren in een taal die voor ons niet te begrijpen is. En die taal is niet afkomstig uit Duitsland, België, Turkije of Marokko of Suriname, maar die is homemade in de grootstedelijke contexten van deze samenleving. Ze hebben dat met elkaar gedaan, dus linguistisch is dat heel erg interessant. Alleen het volgende probleem doet zich voor. Stel je nou voor dat iemand cum laude straattaal spreekt. Excellent. En hij wil deze competentie doen verzilveren op de schoolse ladder. Kan dat? Op één manier. Als hij ook in staat is, of zij natuurlijk, excellent ABN te spreken. Dan is hij of zij in staat om een scriptie te schrijven, een essay te schrijven, een proef of enzovoort te schrijven, waarin hij of zij kan wijzen op de verschillen tussen ABN en straattaal. Dan is het mogelijk. Maar op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met het samengaan van excellent straattaal met natuurlijk een gebrekkige ABN-ontwikkeling, dan is dat een code die wellicht, of een competentie die op die andere ladder buitengewoon functioneel is en die ervoor kan zorgen dat je heel veel erkenning en waardering krijgt, maar in die schoolculturele omgeving zal ook hij moeten kiezen voor de route van het vermijden van sociale pijn. Wij hebben niet in die schoolculturele omgeving een context, een incentive, een prikkel om dat positief te belonen. Laten we verder gaan. We hebben een sociaal-psychologische en een sociologische aanvliegroute met elkaar proberen te combineren. En wat de sociologie ons ook leert, om nog even verder aan te vullen dat concept van kapitaal, want het gaat eigenlijk om kapitaalbronnen. En twee grote denkers, Pierre Bourdieu en de Franse denker en natuurlijk ook Portes, die hebben veel dingen geschreven over sociaal kapitaal en cultureel kapitaal enzovoort. Maar in het kort zeggen ze eigenlijk dat sociaal kapitaal en cultureel kapitaal, dat is de potentie om potentieel mobiliseerbare hulpbronnen te destilleren uit de netwerken waar je onderdeel van bent. Dat is dus wat die jongens en meisjes doen. Ze verwerven sociaal kapitaal op school, ze verwerven sociaal kapitaal thuis en ze verwerven sociaal kapitaal in de straatculturele omgeving.
Dat is een heel normaal sociologisch en sociaal-psychologisch gegeven. Pierre Bourdieu, die hebben we nodig om deze analyse verder te vervolmaken. Want we hebben het inmiddels over ladders en stijgen en dalen. Hij noemt dat de habitus. De habitus is eigenlijk je geïnternaliseerde repertoire. En in mijn werk probeer ik dan ook nadruk te leggen op het verschil tussen de straathabitus en de schoolhabitus. Want het vervelende van een habitus is, je kan het niet, het is niet geen jas die je kan uitdoen. Een habitus is geïnternaliseerd. Dus het is heel erg moeilijk om, het is makkelijk om iemand van de straatladder te halen, maar het is moeilijk om de straatculturele patronen uit een persoon te halen. En zo'n jongen en meisje heeft voortdurend de uitdaging om te schitteren op de verschillende ladders. Het vervullen van een bepaalde sociaal-psychologische behoefte. Terwijl dat niet altijd meezit. Het gaat dus ook om codes. En dat was, zou je kunnen zeggen, voor het eerste gedeelte mijn centrale punt. De aanvliegroutes op kansenongelijkheid zijn wat mij betreft overmatig gefocust op stelselwijzigingen. Op allerlei beleidsmatige knoppen die wel of niet ingedrukt zouden moeten worden. En op de een of andere manier hebben we weinig zicht op dat klaslokaal. En die latente codes, die verborgen codes die daar actief zijn. En die buitengewoon bepalend zijn of je wel of niet een bepaalde ladder opklimt. Of je wel of niet bepaalde jongens en meisjes een bepaalde ladder op laat klimmen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met inclusie en uitsluiting en statusverwerking op die ladder. De mismatch hebben we net al benadrukt met elkaar. En nu even het organisatiesociologische element. Hè? Dit is de uitdaging voor de individuele leerling. De individuele jongen of het individuele meisje. Maar wat doe je in een schoolculturele omgeving? In een stedelijke omgeving? Waarin 17 van de 25 jongens en meisjes in het klaslokaal te maken hebben met die uitdaging. We hebben al tegen elkaar gezegd dat zij ook horizontaal bezig zijn om sociale pijn te vermijden en de behoefte aan erkenning en waardering te verkrijgen. Nou, als dit, deze situatie en de scène die we zo net hebben mogen observeren, is er één waarin de straatculturele codes, zou je kunnen zeggen, binnenkomen in het klaslokaal. Die straatculturele codes en de ladder, de statusverwerving die daar mogelijk is, gaat, zou je kunnen zeggen, binnenkomen in het schoolculturele domein. En dit zijn een aantal manifestaties daarvan. Op macroniveau. En dat is toch wel even een normatief geleid wat mij betreft. We hebben veel te lang gezien dat scholen de andere kant op kijken als het gaat om het managen van deze complexiteit. Om maar even zo te zeggen. En wat het vervolgens ook doet in sommige klaslokalen, is dat al die jongens en meisjes die wel ontzettend gemotiveerd zijn, maar die nogmaals toevallig in dat postcodegebied zijn geboren en toevallig naar die school zijn gegaan en wellicht ook ouders hebben die hen niet in andere stadsdelen hebben geplaatst op een onderwijslocatie. Jullie snappen het mechanisme waar we het dan over hebben als we het hebben over onderwijssegregatie. Die ouders hebben gewoon een school gekozen die gewoon in de buurt staat, om maar even wat te zeggen. Afstand is voor hen bepalend geweest. En ze zitten toevallig in het klaslokaal. Ook zij zullen negatief beïnvloed worden door de voortdurende groepsdynamiek die daar, zou je kunnen zeggen, aanwezig is. En ik denk dat dat een belangrijke constatering is om die met elkaar ook te doen. Hoogopgeleide mensen zijn over het algemeen in staat om hun eigen kinderen te plaatsen in contexten waardoor ze ook weer hoogopgeleid worden. Dat is eigenlijk het verhaal van Pierre Bourdieu. Jullie weten wellicht dat Pierre Bourdieu het eerste gedeelte van zijn leven in zijn werken heel erg heeft geschreven over de nivellerende werking van het onderwijssysteem. En in het tweede gedeelte van zijn leven is hij een radicale denker geworden. Waar hij vooral gaat betogen dat wat er gebeurt is dat het onderwijssysteem een vehikel is voor de gevestigde klassen om de eigen kinderen weer gevestigd te laten zijn. En dat wat neo-marxistische principe, laten we dat niet zeg maar als enige school naar voren schuiven, maar hij heeft wel een punt daar waar hoogopgeleide ouders strategisch inzetten op het kiezen van die strategische plekken en die strategische locatie met die strategische bijklusmomenten enzovoort enzovoort, om uiteindelijk op een strategische manier met die docenten te communiceren en op een strategische manier hun eigen kinderen op strategische plekken te krijgen in onze samenleving. En de andere kant van het verhaal is ook waar. En die cognitieve competenties van het individuele kind verdwijnen dan wat naar de achtergrond. Omdat er andere factoren in werking treden,
Dat is eigenlijk de sociologische erfelijkheid van kansenongelijkheid, zou je kunnen zeggen, die leidend gaan worden, die bepalend gaan worden, die invloed gaan hebben op dat hele proces. En als wij met elkaar constateren dat VMBO en MBO-locaties in die grootstedelijke omgeving deze uitdaging hebben, dan moeten we denk ik ook de volgende stap willen maken. En laten we het over die volgende stap hebben, de praktische afslag. Vooral kijkend naar de klok, wetende dat we nog 20 minuten hebben met elkaar. De docent in mij, ja. Wat is dit voor iets? Dit is wel echt even een radicale afslag. We hebben een sociologische, sociaal-psychologische en je zou kunnen zeggen een analytisch model proberen te ontwikkelen om de complexiteit van die mini-samenleving, lees dat klaslokaal, enigszins te kunnen duiden. We hebben een kapstok nodig gehad om die complexiteit aan te kunnen ophangen. De volgende stap is dat de verschillende scholen die geparticipeerd hebben aan, of participeren aan de transformatieve school onderzoekslijn, waaronder het Rotterdams vakcollege De Hef in Rotterdam-Zuid, onder de bezielende leiding van Selma Klinkhamer, een afdeling van ROC Mondriaan in Leidseveen, onder leiding van Remco Vierling. En natuurlijk, ik sla Lentes Life College, want die zit geografisch in Schiedam over, onder de voormalige leiding van Paul Lakens. En inmiddels is er een nieuwe directeur. En natuurlijk ook het Moendus College onder leiding van Diane Brummelhuis, die hier ook alle aanwezig zijn. Deze vier scholen hebben participeren in een driejarig onderzoekstraject waarin één vraag, zou je kunnen zeggen, leidend is. Wat gebeurt er in die klaslokalen waarin er sprake is van meer dan 80% leerrendement? Welke ingrediënten kunnen we daar destilleren? Dus we hebben niet de vraag gesteld waarom gaan dingen fout. Dat is een aantrekkelijke onderzoeksvraag, hè? We stellen juist de vraag, in diezelfde context die we net sociologisch en sociaal-psychologisch hebben willen duiden, wat gebeurt er op die scholen en in die klaslokalen waar het wel goed gaat? Wat zijn de ingrediënten die aanwezig zijn in het groepsdynamische moment, die ervoor kunnen zorgen dat die jongens en meisjes wel effectief op die schoolladder kunnen klimmen? Nou, we zijn op dit moment gekomen tot 4 bouwstenen die weer uitgekleed zijn in 15 kleine bouwstenen. Jullie snappen, dat gaan wij vanavond niet allemaal doen. En dat is niet de bedoeling. Maar het is vooral om ons een beeld te geven van dat perspectief van codes, wat zo centraal staat in het verklaren van kansenongelijkheid, maar wat zo weinig een rol heeft ook in de lerarenopleidingen. Je zou kunnen zeggen dat de lerarenopleidingen een ontzettend sterke focus hebben gelegd op het vierde component, de didactiek. Is dat belangrijk? En natuurlijk is dat belangrijk. Dat is buitengewoon essentieel en belangrijk. Want wij ontdekken dag in dag uit dat er ook nog sociaal interactieve mechanismen zijn. Dat weten we natuurlijk ook allemaal. Hè. Dat is geen revolutionaire uitvinding of zo. Maar wij proberen dat daar woorden aan te geven, vocabulaire aan te geven, die ontzettend bepalend zijn om de jongens en meisjes de juiste ladder te laten pakken. Wat is transformatief handelen? Onder die noemer hebben we het gegoten. Transformatief handelen is de competentie van de individuele docent om de groepsdynamiek in zijn of haar klaslokaal, die enigszins neigt naar een niet-schoolse ladder, om deze te transformeren naar de schoolse ladder. En dan niet vanwege het feit van, nou, ik sta bovenaan die ladder en gij zult mij gehoorzamen. Nee, hij is in staat of zij is in staat om die jongens en meisjes zelf te laten inzien waarom het belangrijk is om zelf die ladder op te willen klimmen. En er is natuurlijk ook erkenning en waardering te verkrijgen op die ladder. Denk bijvoorbeeld aan punt 3 waar we het net over hebben gehad. Het wegnemen van sociale pijn is wat mij betreft een van de meest belangrijke ingrediënten om op te willen klimmen op die ladder. Spelgevoel is eigenlijk de competentie van de individuele docent om aan te voelen dat die groepsdynamiek bepaalde tipping points heeft. Wat zijn tipping points? Dat zijn negatieve kantelmomenten wanneer de sfeer omslaat. Wanneer een docent de ervaring heeft, ik verlies dit even. Er gebeurt iets, iemand schreeuwt linksachter iets zou je kunnen zeggen en rechtsachter wordt er ook gereageerd. En in één keer zijn er veel smartphones zien en oordopjes en het wordt luidruchtig en dat soort dingen meer. Die wisseling van de groepsdynamiek, dat is een tipping point. Uit ons onderzoek blijkt, en het is interessant om dat te observeren, ook in de scène hier van Antje Lemur, dat na 3 negatieve tipping points, zonder positieve tipping points, de groepsdynamiek gaat verschuiven. Van schoolladder naar het straatculturele ladder. Een puur sociaal-psychologisch mechanisme. We zagen dat ook in het filmpje terug. Eerste negatieve tipping point was de vraag van Suleiman.
Waarom heeft u mij gisteren cassé gedaan? Het op de gevoelsmatige duiding cassé afgebroken, vernederd, beschimpt, verlaagd. Sociale pijn, zou Naomi Eisenberger gezegd hebben. In straattaal, u heeft mij gedist. U heeft mij verlaagd op de sociale statusladder. Er zijn verschillende perspectieven die we kunnen theoretisch of heel praktisch maken, maar de kern is hetzelfde. Suleiman gaat dat bevragen in een groepsdynamisch moment. Is dat negatief in zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Maar het effect op een poëzieles is wel dat de groepsdynamiek de andere kant op gaat. Zij vindt wat onderwijskundigen noemen een alternatieve projectie plaats op hetgeen de docent didactisch heeft geïntendeerd. In normaal Nederlands, we gaan met de groep een andere ladder pakken. En wij, het tweede negatieve tippunt voelen we ook aan. Dat is het moment dat de docent eigenlijk niet in staat is om een soort van antwoord te geven. Hij is in de war, hij kan niet schakelen. Er komt een soort van opmerking over, oh wat een ironische opmerking van jou enzovoort. En volgens is er een derde negatieve tipping point. Hij boorde je de grond in, jongen, zei dat meisje. Let op de vocabulaire. Hij boorde je de grond in. Taal doet ertoe. Dat is echt een van de dingen die ik geleerd heb achter in het klaslokaal zittend. Taal doet ertoe. Hij boorde je de grond in. En je ziet naar het derde negatieve tipping point, zie je de groepsdynamiek veranderen. 2, 3, 4, 5 leerlingen gaan meedoen. Wat leerlingen vallen weg. Ik denk, oh, here we go again. Gaan we weer even ervaren dat de komende 3, 4 minuten er geen les wordt gegeven. En dat waait wel weer over, want dat doet Suleiman vaker. En de andere dat gebeurt vaker. En met deze docent ook. We weten dat, we kennen dat. En ze hebben dat inmiddels geaccepteerd. Stel je nou voor, hè, ik wil geen minutenfetischist zijn. Maar stel je nou voor dat dat 3 keer gebeurt in een lessituatie. Dus 9 keer een negatieve tipping point. We hebben uitgerekend dat er gemiddeld 3, 4 minuten leerrendementverlies is. Nadat er 3 keer zo'n negatieve tipping point moment heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat je gemiddeld gezien al 9 tot 12 minuten kwijt bent. Als je wat later start en wat eerder eindigt, dan kom je de facto onder de officieuze onderwijsinspectienorm van 75% leerrendement. Ik wil geen minutenfetischist zijn, maar ik wil tegelijkertijd ook een ouder zijn, want dat ben ik ook, en een docent zijn, die net als voor mijn eigen dochter het beste onderwijs te willen, en daar ga ik heel stringent op toezien, dat snappen jullie wel, dat ik dat ook wil voor de kinderen die niet mijn biologische kinderen zijn. Dus op het moment dat ik wel een minutenfetischistische neiging heb als het gaat om mijn eigen kinderen, moeten we ook ergens accepteren dat we dat voor de kinderen uit Slotervaart en uit Osdorp en uit Zuidoost en uit Amsterdam-Noord en Rotterdam-Zuid enzovoort ook hebben. Dat is meritocratie. Het idee van gelijke kansen voor alle leerlingen. En als we daarin verslappen en verzwakken, en we plaatsen onze eigen kinderen op andere locaties omdat we ergens strategisch weten dat daar wat minder negatieve tipping points zijn, ook al hebben we die vocabulaire niet, dan, en ik bouw daar rust in, de reflectie voor ons allen. Spelgevoel, daar ging het ook alweer over. Sociaal interactief. Maar we hebben ook iets anders gevonden. De emotionele bluetooth. Wat is dat? Ja. Ik krijg het niet uitgeschreven. En je zit achter, dat wordt trouwens een enorm methodologisch probleem voor mijn wetenschappelijke collega's. Die kunnen nu alvast hun. Dat paragraaf over emotionele bluetooth wordt ingewikkeld. En dat geef ik al van tevoren toe. Dat wordt methodologisch een ingewikkelde zaak. Die andere 14 punten zijn vrij goed empirisch te documenteren. Maar je zit achter in het klaslokaal. En je voelt aan, en iedereen voelt aan. Deze leerlingen gunnen zichzelf en deze docenten les. En hoe krijg je dat op papier? Heel lastig. We hebben dat de emotionele bluetooth genoemd. Net als onze smartphones. Wanneer jullie bluetooth aanstaat en mijn bluetooth staat aan, dan kunnen we contact maken. Maar op het moment dat de leerlingen eigenlijk zeggen, beste docent, wie bent u eigenlijk? Niet in deze woorden, maar ze vragen dat. Mag ik me veilig voelen op uw sociale ladder? Mag ik klimmen op deze ladder? Weet u zeker dat ik geen sociale pijn zou krijgen? En de docent doet het volgende. De bluetooth gaat uit, want mijn leerproces is een puur didactisch cognitieve aangelegenheid. We zijn hier op deze school om te leren. Dus de sociaal-emotionele dimensie van het verhaal, hè, de identiteitsontwikkeling die ook plaatsvindt in die mini-samenleving, als die geen beantwoording krijgt, dan is dat een afsluiten van de emotionele bluetoothlijn. Anders dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Sommige docenten hebben zo'n sterke emotionele bluetooth.
Die willen graag en ontzettend graag die klik maken met hun eigen leerlingen. En sommige leerlingen zitten volgens, ja, wat verveeld en gedemotiveerd erbij. En die zetten gewoon die bloedtocht uit en denken, nee, nu even niet. En gaan dan nog maar onderwijskundig schakelen. Dat noemen we spelgevoel trouwens. In staat zijn om, wanneer de bloedtocht wel of niet aanstaat, toch het onderwijskundige proces vorm te geven. Wat deze sheet vooral tot doel heeft, dat is niet zozeer om dit volledig uit te werken, maar het gaat er vooral om dat we dus meemaken en zien dat 3 van de 4 bouwstenen die wij hebben aangetroffen eigenlijk sociaal-psychologisch van aard zijn. Het gaat om identiteitsvraagstukken. Het gaat over sociale pijn. Het gaat om het aanvoelen, om sociale codes, om verborgen codes, zou je kunnen zeggen. En wij hebben in onze lerarenopleidingen, dat is niet om ruzie te maken, maar dat is gewoon een ontwikkeling die heeft plaatsgevonden, weten wij dat de cognitivistische en de behavioristische school heel erg populair zijn geworden. En over het algemeen betekent dat dus dat wij in Nederland in de lerarenopleiding heel goed bezig zijn met het vormgeven van didactische processen. Daar zijn we heel goed in. Dat moeten we ook zo behouden. Maar in de stedelijke omgeving merken steeds meer jongens en meisjes die voor de klas gaan staan, die een lerarenopleiding hebben gedaan, dat er andere dingen nodig zijn om die groepsdynamiek effectief te kunnen sturen op die schoolse ladder. En deze kennis en informatie is nog niet heel erg doorgecijpeld naar de curricula van de lerarenopleiding in de grootstedelijke omgeving. Maar dat zal natuurlijk iets zijn wat gaat gebeuren. Laten we luisteren naar, we gaan de volgende afslag nemen naar Anthony Mohammed. En als ik dan op de volgende druk, gaat het dan vanzelf? Nog een keer denk ik, hè? Ja. We develop terminology to be accurate. What is something that's toxic? What would make something toxic? If there was a toxic field near this convention center, if you wanted to plant a tree in that toxic field, what would happen to that tree? It would die. If you wanted to plant an ear of corn, it would die. Well, what would a toxic school culture look like? A place where educational reforms find their graveyard. That no matter how good the idea is, the environment becomes so toxic that even the best idea never gets fully implemented. And that's why he used that terminology. What is a toxic culture? It's a place where educators believe that student success is based solely upon a student's level of concern, attentiveness, prior knowledge, and willingness to comply with the demands of school. And they pass that on to others in overt and covert ways. Let's stop. Again, we have a belief system being evoked. But in a toxic culture, does it appear, and I want to ask you a question, I want you to think about this. If you read that first part of this definition, does it seem as if learning is impossible in a toxic culture? If you think yes, raise your hand. If you think no, raise your hand. So those who raised their hand and said learning is possible in a toxic culture, you're right. But there seems to be a big list of prerequisites. If you care, if you pay attention, if your parents read to you when you were little, if you do what I tell you to do. Now, are any of those characteristics bad characteristics? Absolutely not. If every child that walked into your classroom cared, paid attention, had background knowledge, and did exactly what we told them to do, this conference probably wouldn't even be necessary. But unfortunately, they don't all walk in the door like that. So what does it seem that a toxic culture does? They explain away their difficulties based upon if students have certain characteristics or don't. So they are totally external, extrinsically motivated staff who says, if these things happen, then students will have an opportunity to learn. How would a healthy culture attack those issues? They would figure out what do we need to do to develop these characteristics in students so that they can learn. What's interesting about the difference between a healthy and a toxic culture is this. It's not that healthy cultures have fewer problems. Healthy cultures attack their problems differently, and toxic cultures explain their problems away. Okay. Het behoort tot onze beroepsdeformatie van onze docenten om het heel vaak over leerlingen te hebben. Dat was denk ik slechts een gedeelte van het verhaal. Een van de dingen waar we achter zijn gekomen de afgelopen jaren, en dat is niet iets van nogmaals een revolutionaire ontdekking of zo, maar dat is iets wat door deze man, Anthony Mohammed, een van de vooraanstaande onderwijs
denkers in de VS. En ieder jaar is hij ook een keer op bezoek in Amsterdam om zijn verhaal te vertellen. Ik denk dat het ook goed is om ieder hier te motiveren om die masterclass te bezoeken. Ik heb hem zelf een keer mogen bezoeken. De kern van zijn verhaal gaat eigenlijk over de weergave die hier staat. Naar aanleiding van Irving Goffman, de grote Amerikaanse rollensocioloog, die organisaties heeft opgedeeld langs hun publiek, het podium, de coulissen en de kleedkamer. In een soort van theatrale beschrijving van de organisatie. Wij hebben dat zelf toegepast op de schoolculturele context. Het publiek, dat zijn natuurlijk onze studenten en onze leerlingen. En die zijn op de een of andere manier onderhevig aan een wat meer interessante of een iets minder interessante podiumervaring. Zoals we dat even zomaar zullen gaan vertellen. En het podium, dat is natuurlijk het klaslokaal. De coulissen, dat zijn de momenten dat docenten zich prepareren voor dat podium. Tijdens teamvergaderingen, studiedagen, professionaliseringsbijeenkomsten enzovoort. En de kleedkamer, dat is de informele kant van de schoolcultuur. Laten we het over een pijnpunt hebben in ons onderwijssysteem. Als we het dan toch over ladders hebben, dan hebben wij natuurlijk ook onze eigen ladder als docenten. En we zijn ook mensen. En we zijn ook onderhevig aan de mechanismen van sociale pijn en de behoefte aan erkenning en waardering. Als we kijken naar de opwaartse spiraal, ziet in dat soort teams en motivatie onder studenten, professionele motivatie onder docenten op het podium, en relatief lage verzuimcijfers. Weet je wat interessant is? In de laatste publicatie zie je op macroniveau dat de grootstedelijke contexten te maken hebben met docenten die relatief hoge verzuimcijfers hebben. De logische vertaalslag zou dan zijn, moeilijke, vervelende leerlingen die aan het bezig zijn met die schoolculturele en straatculturele ladder, en dat is natuurlijk energie slurpend, lees docenten haken snel af. Het meest interessant is het werk van een van mijn collega's in het land, die heeft vervolgens een uitsplitsing gemaakt per team, per docententeam. En dan de verschillen, de vergelijking gemaakt. Er zijn significante verschillen tussen de verschillende teams die in hetzelfde gebouw functioneren. De verzuimcijfers, beste mensen, zijn lineair gekoppeld met de culturele context van de interne ontwikkelingen binnen docententeams tussen volwassen docenten. En staan los van leerlingen. Er is een lineair verband tussen verzuimcijfers van docenten en medewerkers, tevredenheidsonderzoekcijfers en nog een aantal andere determinanten die dat bepalen. Dat is ontzettend interessant. Dus met andere woorden, er is ook iets op coulissen- en kleedkamerniveau aan de hand in sommige teams. En je ziet dat in de sterkere teams zie je ook een gezonde cultuur ontstaan. Een hoge mate van professionele feedback in de coulissen, dat is geen teken van zwak, dat is een teken van sterkte. Wanneer docenten het met elkaar oneens zijn en bereid zijn om dat moeilijke gesprek met elkaar te voeren, dan is dat een manifestatie van een gezonde culturele omgeving. Wanneer dat niet mogelijk is, wanneer het vermijdingsgedrag is, dan is dat een teken van een omgekeerde dynamiek. Anthony Mohammed noemt dat toxic school culture. Ik vind dat een iets te statische omschrijving. Ik zou liever willen spreken van een toxicity spiraal. Want op het moment dat je een 8 scoort en je hebt het gevoel als team dat je naar beneden gaat, dan is dat soms vervelender in de ervaring dan dat je een 6,5 hebt en je hebt het gevoel dat we naar boven gaan. Het gaat om spiralen en een dynamiek en dat voel je aan in zo'n team. En dat heeft dan vooral te maken met de intermenselijke relaties tussen docenten onderling. En dan staat, zou je kunnen zeggen, nog even los van de leerlingen. Een hoge mate van morele steun in de kleedkamers. Een hoge mate van morele steun in de kleedkamers. Dat betekent niet dat die mensen emotioneel en elkaar omhelzend door de gang gaan. Het betekent dat ze bereid zijn om elkaars les op te vangen. Het betekent ook dat ze bereid zijn om te accepteren dat de ene docent het wat beter doet dan de andere docent. En ik geef jullie twee voorbeelden en dan ga ik toe naar de laatste sheet wat betreft de rol voor schoolleiders. Twee voorbeelden. Een ontzettend positief emotioneel voorbeeld. En ik heb daar gisteren over gesproken in een debat. En het is ook wel goed om daar hier over te spreken. Dat is inderdaad gebeurd op een van de vier locaties die deelnemen aan een transformatieve school. En de schoolleiders weten dat niet. En dat ga ik ze ook niet vertellen op welke locatie dat heeft plaatsgevonden. Het volgende vindt plaats. Twee docenten geven naast elkaar les. De ene docent hoort dat in het andere lokaal het nogal luidruchtig is. En dat het leerrendement tanende is. Deze docent besluit, overigens een docent met nogal een hoog leerrendement, besluit naar zijn collega te gaan en de collega te vragen, zou je een keer bij mij achter in het klaslokaal willen zitten, net zoals
deze onderzoekers doen, want ik heb behoefte aan feedback. Top. Deze docent heeft dat niet met de intentie gedaan om feedback te krijgen. Deze docent heeft dat met de intentie gedaan om wat te krijgen uiteindelijk? De uitnodiging. Van de universele codes in alle samenlevingen is dat als je de ander uitnodigt, dat die ander een morele verplichting heeft om wat te doen? Ook door jou uitgenodigd te worden. Deze docent is ingegaan op dat verzoek en het omgekeerde heeft ook plaatsgevonden. Zonder zijn collega's sociale pijn te doen. Zonder iemand het gevoel te geven dat hij minderwaardig is, dat hij moeilijk is, dat het niet lukt, dat het en. Is deze docent in staat geweest om feedback te geven aan zijn collega? Als een ongezien proces in onze organisatie. Heeft het iets te maken met didactiek? Nee. Ja, in het klaslokaal, maar niet in de onderlinge relatie tussen die docenten. Dit heeft te maken met de culturele toestand van de coulissen en kleedkamers. Dit is een vorm van morele steun tussen professionals. Ik geef jullie een ander voorbeeld. En jullie snappen, we beginnen met het goede voorbeeld en daarna is het blijkbaar ook een negatief voorbeeld, maar dat moet ook gezegd worden. Overigens is dit iets wat niet heeft plaatsgevonden op de transformatieve schoollocaties. Laat dat ook gezegd zijn. Dat heeft niks te maken met de transformatieve schoollocaties, maar dat is natuurlijk om ook de schoolleiders die hier vandaag aanwezig zijn te eerbiedigen op dat vlak. In een van de docententeams, 5 docenten staan bij elkaar en docenten komt binnen, geeft aan dat een bepaalde klas volledig zat is. Is klas 2 nog wat volledig zat. Ze heeft net weer een les gegeven, het loopt niet, het werkt niet, energie slurpend, enzovoort, enzovoort. De reactie van de 5 docenten, ik zal het proberen na te doen, is als volgt. Ik heb niet zo'n probleem met klas 2. Ja, 7e uur, ja, maar dat is logisch, dat is iedereen moe enzovoort, maar voor de rest, nee. En ik zat daar toevallig in de docentenkamer koffie te drinken en te genieten van de koffie, maar dat was, zou ik maar zeggen, het einde van het genot. En het was very awkward. De docent is uiteindelijk weggegaan om gewoon een soort van gezichtsverlies te voorkomen, laat ik even zo zeggen. Wat is de uitspraak van deze docent richting haar collega's? Wat wil ze echt zeggen? Help mij. Ik zit misschien op 20% leerrendement. Weet je wat dat betekent, 20% leerrendement? Dat betekent dat zij 5 lessen moet geven om het maximale leerrendement te krijgen. Weet je hoe het voelt voor iemand om om 7:30 naar je werk te rijden met de wetenschap dat je die dag die 5 lessen moet geven? Zwaar, zeker. En wat zegt het over de organisatie, cultuur, en wat zegt het over de totale culturele toestand van de coulissen op het moment dat wij die collega, die misschien lesgeeft in lokaal 107, maar dan lopen we langs en het is ingewikkeld en het is awkward en het luidruchtig enzovoort, we kijken wat de andere kant op. Wat zegt dat over de toestand in die schoolculturele omgeving? De centrale constatering hier is denk ik om toe te werken naar het einde. Als wij niet werk maken van de coulissen en de kleedkamers, dan zullen we niet in staat zijn om die culturele, organisationele motoriek aan te zetten en die cultuurverbetering door te voeren. Ik denk dat dat een pijnlijke, maar of tenminste een pijnlijke, ik denk dat dat een constatering is die ook overigens in het OECD-rapport in 60 landen onderzocht is. Daarover het volgende en dan gaan we echt naar de laatste sheet. Wat blijkt uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, is interessant. Teams die in een opwaartse spiraal zitten, die rapporteren een even hoge self-efficacy als collective efficacy. Wat is self-efficacy? Het gevoel dat je het verschil kan maken als docent. Jij bent in control over die groepsdynamiek. Jij hebt het gevoel dat je het kan. Wat is collective efficacy? Heel simpel. Het gevoel dat het team het kan. In teams die in een opwaartse spiraal zitten, gemeten naar een aantal determinanten, zoals medewerkerstevredenheid enzovoort, blijkt dat de self-efficacy en de collective efficacy elkaar volgen. Self-efficacy gaat omhoog, collective efficacy gaat omhoog. In teams met een neerwaartse spiraal blijft de zelfgerapporteerde, let op hè, self-efficacy even hoog, maar is de collective efficacy lager. Daarmee zeggen wij, in mij, op mijn podium is het. Maar er zijn andere podia waarin het wellicht wat minder is. Goed, laten we naar het laatste punt gaan. We slaan wat dingen over.
Vanwege de tijd natuurlijk. Hè. Dus zelfs in Amsterdam moeten we ons aan de tijd gaan houden. Dat is... Ik en ik begrijpen die opmerking. Laatste stap. We hebben het over leerlingen gehad. We hebben het over de complexiteit gehad. We hebben het over de dynamiek van voortdurend bezig zijn in dat klaslokaal. De vraag te beantwoorden. Wie ben ik? En welke ladder pakken we? Welke codes zijn onze codes? Dat is een puur identiteitsvraagstuk. Een sociaal-psychologische uitdaging. Ontzettend complex voor het onderwijskundige proces. We hebben het gehad over het podium, coulissen en de kleedkamer. En dan zullen we het natuurlijk ook moeten gaan hebben over leiderschap. En er is een concept daarvoor, disruptief schoolleiderschap. En laten we het over hebben met elkaar. De minst intelligente route voor schoolleiders is om te accepteren en te weten dat de normale verdeling van leerrendement over alle lessen niet gelijkelijk verdeeld is. Een vreemde uitspraak overigens, laat ik het anders formuleren. Dat het pedagogisch kapitaal in de organisatie aanwezig is, in totaal, maar dat de verdeling over elk klaslokaal nogal ongelijk is. In sommige klaslokalen is er een leerrendement van 20-30%. Docenten zitten in een survivor modus. Zijn dag in dag uit aan het overleven. Ik heb docenten gesproken en na een uur kan het ook zijn dat iemand bijvoorbeeld in tranen uitbarst. En als ik vervolgens de vraag stel, maar waarom doe je dit werk dan nog? Waarom ga je niet iets anders doen? Dan hoop je dat er een ander antwoord komt dan, ik heb een hypotheek te betalen. Dat hoop je dan. Dat komt er zo weinig. En in dat soort contexten weten we natuurlijk ook dat er een andere groep is, met 80-90% leerrendement. En er is een klassificatie ook te maken van 50-60, en dat loopt natuurlijk, is een normale verdeling. Een normale curve. De minst intelligente route is om de docenten in jouw schoolcultuur 10 jaar lang in hun podium optreden, in hun klaslokaal te laten, waardoor er geen uitwisseling kan plaatsvinden van het pedagogisch kapitaal. En een grote kans is dat iemand misschien van 20% naar 40% zou gaan met de tijd, maar niet meer dan dat. Dat is de minst intelligente route. Er is ook nog een meest intelligente route. Maar daarvoor zijn schoolleiders, daar is wel lef en moed voor nodig. Dat is natuurlijk wel gezegd. Eerste belangrijke stap daarin is de mentale switch. Net elkaar snappen dat leren naast een cognitief ook een sociaal-emotioneel en groepsdynamisch proces is, waarbij latente codes op het podium essentieel zijn. Met andere woorden, het kiezen van een bepaalde boekuitgave, een bepaald didactisch model enzovoort, is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde om dit proces te managen. Dat klaslokaal is uiteindelijk ook een identiteitscontext, zoals we natuurlijk ook naar voren hebben geschoven. Alle energie richt zich op het beschermen van de schoolladder, de schoolcultuur en het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Het is een puur morele keuze. Meritocratie is heel mooi uitgesproken, gelijke kansen ook. Maar op het moment dat wij toestaan dat wij niet een professionele leergemeenschap ontwikkelen, waarin docenten bij elkaar kunnen gaan kijken, elkaar kunnen gaan versterken, elkaar van elkaar kunnen leren en zo samen die schoolcultuur kunnen gaan emanciperen, dan zeggen we eigenlijk daarmee dat we geloven in gelijke kansen voor een deel van de leerlingen. Ik weet hoe pijnlijk het is om deze constatering te maken, maar ik kan niet veel anders van maken dan dat. Of we accepteren dat alle locaties, ook in de grootstedelijke context, dat alle leerlingen gelijke kansen moeten krijgen, en dat betekent dus goed onderwijs, maar daarvoor zijn wel stappen nodig. Parallel aan het managen van systeemwerelden, het gaat dan even eigenlijk om het leiderschap op het niveau van de coulissen, de collective efficacy. Professionele leergemeenschap, ik heb dat zelf genoemd professionele hoogmoed of onzekerheid, zie je het voorbeeld van net, ik heb geen probleem met die klas. Een vorm van professionele hoogmoed. Ik weet inmiddels ook uit ervaring dat de docenten die dat soms in het openbaar zeggen, zelf te kampen met 40% leerrendement. En dan is het onzekerheid. En hoogmoed en onzekerheid liggen dicht bij elkaar op de een of andere manier. Dat is een weetcultuur. Het idee, het rare idee dat we onszelf wijsgemaakt hebben dat we perfect moeten zijn. En wat mij betreft gaan we over naar een professionele leercultuur of professionele nederigheid. Ik wil zo verschrikkelijk graag leren van jouw spelgevoel. En misschien ben jij sterker in spelgevoel en ben ik minder sterk in didactiek. Misschien ben ik sterker in didactiek en wil ik heel veel leren van jouw emotionele bluetooth. En samen leren we van elkaar door elkaar te zien. De meest effectieve methode om te leren, zelf te leren, is door andere docenten te observeren en daarover te spreken. En wat mij betreft ook een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. En dat zeg ik niet omdat ik wetenschapper ben,
Dat zeg ik omdat ik ook gezien heb dat een wetenschappelijke format het mogelijk maakt om een professioneler gesprek te voeren met elkaar. Anders dan op het niveau van, ik heb er geen begrip voor. Ik vind het niet mooi. Het verdient geen schoonheidsprijs. Ik had het anders gedaan. Nee, ik wil scherp observeren wat er gebeurd is in het klaslokaal. Welke effecten heeft dat op de groepsdynamiek? Dat is een wetenschappelijke manier van kijken, waardoor een ander type gesprek mogelijk is tussen docenten en professionals. En we gaan naar het laatste. Goed onderwijs alleen is niet voldoende. Dat is een leus die ik overgenomen heb van Bert de Jong. Dat is een van de vooraanstaande onderwijsmanagers, pedagogen, maar ook stichter van het LIFE-concept, samen met Paul Lakens, die hier wel in de zaal zit. Goed onderwijs alleen is niet voldoende. Dus we gaan een stapje verder. Natuurlijk moet het op het podium gewoon oké zijn. Natuurlijk moet er op scholen minimaal 75% leerrendement zijn in elk klaslokaal. Vanzelfsprekend. We gaan toch niet accepteren dat de helft van ons onderwijstijd gewoon verloren gaat per les. Dat gaan we toch niet accepteren met elkaar. Natuurlijk moet dat het geval zijn. Maar daarnaast is er nog iets anders nodig. Juist van jongens en meisjes die gesocialiseerd worden in die drie leefwereld, gaat het om codes. Dat hebben we net gezegd. Het gaat om codes. Onzichtbare codes. Het gaat ook om het leren op het niveau van identiteitsvraagstukken. Op maatschappelijke vorming. Ik geef een aantal concrete voorbeelden daarvan. Het jongerenwerk 2.0 op Life College in Schiedam. Zo heb ik het maar even genoemd. Er zijn twee jongerenwerkers die misschien buiten de school bepaalde activiteiten deden, maar nu werken ze inpandig binnen de school. En functioneren ze binnen een schoolse omlijsting. En hebben ze zich aangepast aan de schoolcultuur. En doen ze verschrikkelijk goed werk, vooral in de gangen. Door conflicten weg te nemen. Potentiële vechtpartijen te voorkomen. Maar ook met jongens en meisjes te praten over, wat speelt er eigenlijk in het hoofd van jou? Overbelaste student. De student die zoveel problemen heeft, dat hij niet toe kan komen aan het onderwijskundige proces. Dat is iets wat we zouden kunnen doen. De molgesprekken, dat is niet waar de titel naar neigt, zou je kunnen zeggen. Mentor-ouder-leerlinggesprekken. Heel simpel, aan het begin van het jaar. Op het Rotdans vakcollege De Hef doen ze dat aan het begin van het jaar. Alle ouders, met alle mentoren en alle leerlingen. 1 keer in het jaar, minimaal. Hoe vaak doe je dat, Selma? 3 keer? 4 keer, wow. Disruptieve schoolleider. En dat zal natuurlijk niet over een 1 nacht ijs gaan. Natuurlijk zal er aan het begin een beweging zijn van ja, dit is extra werk. Maar iedereen heeft inmiddels de ervaring, die investering aan het begin van het jaar, door met die ouders en die leerlingen aan tafel te zitten, zorgt ervoor dat er heel veel goeds is voor de rest van het jaar. De authentieke leeromgevingen in Stadswijk op ROC Mondriaan, een team van Remco Vierling. Een deel van het curriculum vindt gewoon plaats in buurthuizen, in de buitenschoolse leefwereld, in de authentieke context waar je uiteindelijk gaat werken, vooral in een mbo-context. Want 5 dagen in de week beproefd worden op cognitieve intelligentie, terwijl je het gevoel hebt, ja, dat is ook een beetje de plek waar ik misschien niet heel sterk ben. Terwijl ik misschien wel heel sterk ben in de interpersoonlijke intelligentie. Misschien ben ik verschrikkelijk creatief. Ik ben bijvoorbeeld ICT beperkt. Dat is gewoon empirisch vastgesteld. In verschillende contexten. Dan is het eigenlijk vreemd om mij voortdurend in een context te plaatsen waarin ik gecontamineerd word op mijn ICT-kwaliteiten. Tenzij ik die opleiding kies natuurlijk. Maar je ziet dus dat in mbo-contexten zoals die van Remco Vierling, dus die echte context, die authentieke leeromgeving centraal staat, waardoor jongens en meisjes het gevoel hebben, ik kan ertoe doen. Want ik kan andere intelligentievormen inzetten. En natuurlijk ook de structurele workshops over identiteitsontwikkeling op het Moendoes College. Ook een interessante. Wat is jouw achtergrond? Wat is jouw familiegeschiedenis? Wat is jouw verhaal? Wat is jouw narratief? Kun je daar iets over zeggen? Of ben jij footloose? Ben jij een, wat Willem Schinkel noemt, een ende generatie migrant die toevallig woont in het postcodegebied van Slotervaart? Dat lijkt mij niet een aantrekkelijke identiteit. Een ende generatie migrant. Maar misschien kun je iets vertellen over je grootouders. Vertel iets over die boomstam, dan weet ik misschien ook iets over over de vruchten die daar geplukt kunnen worden. Chapeau voor de route, de gedurfde route op het Moendoes College. En er zijn veel meer contexten. Wat dacht je van MBO College West? Met verdiepende en intensieve reflectie op barrières tijdens stagetrajecten. Bedrijven geven terug, ziekenhuizen, zorginstellingen in een stedelijke omgeving. We hebben moeite met MBO-leerlingen. Ze snappen de codes niet. Ze nemen de telefoon verkeerd op. Ze zeggen geen u. Ze zitten op hun WhatsApp tijdens cliënt enzovoort. We kennen het.
Misschien is het verstandig om tijdens stagetrajecten voortdurend reflectie te plegen op gedrag. Waarom denk je dat er een conflict was met je werkgever? En hoe gek het ook klinkt, want het is altijd lastig voor mensen die die codes wel geïnternaliseerd hebben, maar bewust, het bewust worden van ongeschreven burgerlijke codes is al een belangrijke stap op dat niveau. We kunnen nog uren over praten, dat gaan we niet doen. Ik zie Rick al een bepaalde houding aannemen van volgens mij, Ilias, moet je nu gaan stoppen, dat ga ik ook doen. We zijn natuurlijk...